Aan tafel twee sterren uit de kleinkunst. Dorien Wiersma en Milou Frenken. Wij zijn collega's. Want wij schrijven allebei in het legendarische tijdschrift Zin. Ja, alle drie. Alle drie. Ja. Alle drie bedoel ik. Ja, jullie als unit en ik als alleen. Maar ik heb mijn deadline nog niet gehaald deze week. Jullie wel? Oh ja, wij wel. Ik moet nu naar huis. Maandag zitten schrijven, ja. Als gekken hebben we zitten schrijven. Ja, precies. Ja. Maar we hadden dus nog ruimte. Want jij kan nog. Ik kan nog. Nou goed. Oké. Okay. Hé, luister eens, waarom zijn jullie hier? Jij bent al eerder geweest. Ja, we zijn hier om de actie te steunen. Ik ben eigenlijk ontzettend ook heel erg onder de indruk dat er zoveel mensen dit hebben gedaan. Daar voel ik me eigenlijk enorm door gesteund ook. Dat wil ik eigenlijk ook graag zeggen. Ja. Want dat was nog zelf niet in me opgekomen of zo. Om zo'n actie op te zetten. Nee, het is meer dat je altijd denkt, we moeten iets doen. Ja. Maar wat dan? Ja. En dan belt in mijn geval Johanna ter Stegen. En dan denk je, oh gelukkig, ik kan iets doen. Ja, maar dat... Ja, dat nou, maar dat zij hebben, ook, zij hebben het ook echt gedaan. Ze hebben het echt gedaan. Ja. In een paar weken tijd een totaal professionele marathon opgezet. Ja, ja joh, het loopt als een trein. Loopt als een trein, alles klopt, alles is goed geresearched. Ja, dat is niet te geloven. En volgens mij krijgt het heel veel aandacht. Maar je komt hier niet alleen om, als ik zit het de hele middag al te zeggen hoe bewonderend ik ben, maar wat komen jullie hier ons brengen? Want daar gaat het ook over, dat de mensen blijven kijken, hè? Ja. We gaan een liedje zingen. Of bedoel je dat niet? Uit jullie voorstelling? Ja, we gaan een liedje zingen uit onze voorstelling. En die voorstelling is natuurlijk... Wreed afgebroken voorstelling, waagstukken. Ja. Waar zaten jullie in? In welke fase van de waagstukken? Eigenlijk ging het net pas helemaal goed. Weet je wel, we hadden een lastige opstartperiode. Ja. En we hadden het helemaal te pakken. Ja. En we zouden het nog even lekker doen, die laatste 15 voorstellingen of zo. En toen hield het ineens op. Ja. En wat was lastig aan de opstartfase? Nou, kijk, wij zijn allebei solo cabaretières, maar ook al heel lang vriendinnen. Ja. Ja, dus hè, dan zeg je zo af en toe eens tegen elkaar van we moeten wat samen gaan doen. Dat moet echt. Ja. En ineens gingen we wat samen doen. Ja. En dat was heerlijk om samen nummers te schrijven. Dat is heel leuk om samen te sparren en dat je het niet allemaal in je eentje hoeft te doen. Ja. Maar toch hebben wij ontdekt dat voor je dan op het toneel echt een duo bent. Ja. Familie wordt. Ja, precies. Voor je begrijpt, als zij daarheen gaat, dat duurde echt wel even. Ja. Ja. En dat liep net allemaal als een soort geolied machientje? Dat liep het net. We hadden allerlei fases van wanhoop en woede. Nee hoor, maar ineens was het gewoon, ging het helemaal kloppen. En hadden we de laatste paar voorstellingen ook gigantisch veel lol. En met de zaal ook. Ja. Ja, en toen stopte het ineens. En voorlopig is hij dus gestopt, maar jullie hebben hem. Ja, we hebben hem. En ja. jullie zijn met z'n tweeën. Precies. Ja. En jullie kunnen voor 100 mensen. Wij kunnen voor 100 mensen. Ja. Dus theaters. Kom maar op. Kom maar op. Ja. Maar daar zit natuurlijk ook de onzekerheid. Van worden we nog geboekt? Of... Ja, gaan die voorstellingen door? Ik bedoel, Gaan die voorstellingen door? Durft het publiek te komen? Ja. Ook nog eens. Hoe werkt het dan? Ja. Als mensen zo in zo'n clubachtige setting voor je zitten. Ja. Dat lijkt mij af en toe eigenlijk best heel leuk. Ik begin er wel zin in te krijgen. Met de lampjes op de tafel. Eerst zagen we alleen maar beelden voor ons van zalen met allemaal gaten erin. Maar nu komt dan ook weer door de social media, door Facebook. En dan krijg je foto's te zien van, wacht even, zo ziet dat als eruit. Als je het anders neerzet. Ja. Okay. Ja. Dus er begint wel wat te kriebelen. Ja. Luister eens, dat jullie de actie ondersteunen is duidelijk. Ja. Namens hoeveel mensen gaan jullie straks tekenen? Nou, wel zeker namens 12. Maak er 15 van. Ons beide impresariaten, onze technici. Ja, regisseur, goedgekeurd. Grafisch jullie gaan tekenen voor 15. Ja. Maar eerst gaan we even naar jullie luisteren. Oké. Eerst zingen. Toch ook wel heel erg. Eerst zingen, dan tekenen. Goed. Ja. Gaan we doen. Jullie gaan zingen? Het lied samen. Samen, natuurlijk. Ja. Te kunnen weten. Dorien Wiersma en Milou Frenken. Samen. Mm.
Samen horen wij altijd, samen moeten wij het doen. Samen zwoegen, samen strijden, samen word je kampioen. Samen voor de toekomst zorgen, samen vinger aan de pols. Samen denken over morgen, samen voor iets waardevols. Iedereen doet mee, wat een goed idee. Iedereen doet mee, wat een goed idee. Samen naar de brainstorm sessie, nieuwe plannen in de maak. Inspiratie en progressie, alles voor de goede zaak. Samen voor een stuk verbinding, samen een djembe workshop. Samen bowlen na de dropping, drinken we een biertje op. Iedereen doet mee, wat een goed idee. Iedereen doet mee, wat een goed idee. Samen in een groene auto, samen minder CO2. Samen nooit meer met het vliegtuig, samen plastic uit de zee. Samen bij de groene slager, groene koffie, groene stroom. Samen helder groen geweten, adopteren wij een boom. Iedereen doet mee, wat een goed idee. Iedereen doet mee, wat een goed idee. Hey, 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 hey. Hoogte dampt de kring. Samen happen wij naar adem, ruimte en verandering. Samen zien hoe al die mensen eenzaam worden weggebracht. Samen naar een andere zender, samen op miljoenen jacht. Samen naar Temptation Island, samen Sinterklaasjournaal. Samen bij een Chateau Meiland, samen voor een mooi verhaal. Samen handen voor de ogen, voor de afgrond staan. Simpeler gezegd, dan makkelijk gedaan. Samen moeten wij het rooien, planten bij ons voort. En maar leven, en maar dooien, en maar erdoor gaan dansen op het poort. Anders staan jullie er niet op, hè? Samen.